goed verdwenen. Het was al jarenlang niet meer die bioscoop van toen. Maar toch als je heel vlug. Het is 16 februari en ik sta hier voor de oude Eurocinema op de Leiweg. Oftewel de oude bioscoop. Hij werd in 1963 geopend door koning Juliana en daar draaiden onder andere films zoals Bandit en The Sound of Music. Vandaag is de slowborrel en het laatste feestje voor de deur bij de Eurocinema. Waarom niet binnen? Dat komt omdat er instortingsgevaar is en jammer genoeg wordt hij gesloopt. Voor de meeste mensen een jeugdsentiment, voor mij was het tot daar de oude Bart Smit in zat. Heel veel speelgoed gekocht toen in mijn jeugd. En mensen, we gaan kijken hoe gezellig de borrel is. En wat mensen ervan vinden. Van wat ze ervan vinden. Waarom die nou gesloopt wordt. We gaan kijken. Eurocinema. Wow, 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 wow. Eurocinema. Wow, 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 wow. Eurocinema. Straks verdwijnen, het is een stukje nostalgie. Ik sta te trillen op mijn benen. U ontroer, ik was in de vijf. Het is toch langer dan ik dacht. Maar ja, ik ga maar door, hè, want zo koud is het ook weer niet. Met Omar Sharif en El Cid, de Sound. Nou, ik zei allemaal dat het allemaal voor de deur was, maar ik hoorde nu net van de organisatie van dat je ook naar binnen mag om de laatste, allereerste film te zien. Ja, die is bijna 3 uur, dat gaan we dus niet doen. Maar zoals je ziet aan de bovenkant, zie je van dat ze al bezig zijn. De ramen liggen er al bovenuit. Daarboven hadden ze natuurlijk nog een bioscoopzaal, waar uiteindelijk de Bart Smit is ingekomen. En daarna nog een paar andere winkeltjes en daarna hebben ze heel lang leeg gestaan. Ja, vanwege de onveiligheid moet het helaas gesloopt worden, maar zoals je ziet, de sfeer om je heen hier. Veel oudere mensen zijn er, want het is toch wel hun jeugd geweest. Mijn jeugd is alleen maar de Bart Smit. Maar de deuren gaan dicht, het filmpje gaat beginnen. En we gaan nog even verder kijken van hoe het hier is. Nou, ik sta hier naast een bezoeker. Die is ook gezellig gekomen bij de sloopborrel. Wat vindt u er nou van dat het gesloopt wordt? Ja, het is natuurlijk een stukje nostalgie wat hier staat natuurlijk. En net zoals de vele mensen die hier zijn, hebben we allemaal eens een keertje hier binnen gezeten in deze Eurocinema. En daar ons pleziertje aan beleefd, zullen we zeggen. Ja, het staat al zo lang leeg. Eigenlijk kan ik er wel begrip voor opbrengen dat het een keertje neergehaald wordt. Of ze moeten er zoveel geld in steken dat ze er nog wat van kunnen maken. Maar ik denk dat het laatste, dat ik dat niet zie zitten, denk ik. Dus zodat er gaat, zal het wel iets anders worden. Ja, oké. En vroeger was het inderdaad de bioscoop. Heeft u zelf ook ooit een film erin gezien? Nou, ik weet niet of ik dat kan zeggen, maar ik ben 35 jaar geleden hier komen wonen in Den Haag. En toen was ik een keertje aan het stappen met mijn toenmalige vriendin en nu mijn vrouw. En toen zeiden we op een gegeven moment van, joh, wat gaan we eigenlijk doen? En toen hadden we een aantal vrienden, zeiden, joh, laten we een keer naar de bioscoop gaan. En toen zijn we zo naar binnen gelopen, we hebben een kaartje gehoord, we wisten echt niet wat er speelde. En dat bleek toch eigenlijk wel een beetje een schuine film te wezen op dat moment. Dus toen dacht ik van, nou, dat is eigenlijk niet verkeerd. Ze dus werden ook nog schuine films afgespeeld. Er zijn ook schuine filmpjes vertoond, maar dat was wel s'nachts om 12 uur hoor. Oké. Okay. Sowieso. Dus, maar dat was mijn eerste kennismaken met Eurocinema hier. Dus dat gaat best wel leuk. Ja, dat was wel apart inderdaad. Inderdaad apart. En dat stond toen nog in de kinderschoenen natuurlijk. Dus vandaar. Dus, maar wat er nu van, het is maar afwachten wat er echt van gaat worden. Hè? En wat vindt u nou van, er komt een nieuw gebouw, weer een heel hoog gebouw. Wat vindt u van de ontwerpen? Ja, ik heb het even gauw zitten bekijken. Ik denk wel dat het wel past hier ook bij. Maar net wat je zegt, het is toch weer hoogbouw. En dat is eigenlijk wel eens een beetje jammer. Hè? Dat we allemaal tegen torenflats staan te kijken. Neemt toch weer een beetje uitzicht weg en dat soort dingen meer. Ja, het zij zo. Hè? We moeten er maar mee leren leven eigenlijk, in dit geval. Ja, inderdaad. We kunnen er weinig aan doen natuurlijk als burger. Maar net als, ze hebben de Leiweg helemaal omgegooid. We kunnen er niet meer op rijden. Wat vroeger wel kon, heel gezellig was. Hij is helemaal vernieuwd. Ze dachten allemaal dat het allemaal goed zou gaan. Maar er staat toch nog een heleboel winkelpanden gewoon leeg. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met de enorme hoge huren die ze hier moeten betalen voor de Leiweg. Dit was vroeger natuurlijk een A-locatie. Nou, dat is natuurlijk al lang niet meer. Dat is een ding wat zeker is. En het is natuurlijk wel jammer dat er een hoop dingen leeg staan, want het verpaupert. Je krijgt misschien een klein beetje criminaliteit. Dat zou kunnen. Hè? Je hoopt er nooit op.
Maar het is wel jammer dat het allemaal zo gebeurt. En vroeger was het natuurlijk een doorlopende weg hier zo. Met links en rechts winkelpanden. Ja, dat had ook wel natuurlijk een bepaalde charme. Maar ja, net wat het nu is, ja. Het is eigenlijk wel jammer, ja. Dus dat is een ding wat zeker is. Ja, nou oké, ik wil u nog een hele fijne avond wensen. En ja, we gaan maar aankijken hoe snel die huizen ook verkocht gaan worden. Ja, kijk, daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje vast. Of ik weet niet of het koop of huur is. Dat is natuurlijk ook zo, ja. En er staat hier rondom natuurlijk wat een hoop nieuwbouw gepleegd. En je weet natuurlijk uit ervaring, in het begin is alles mooi en leuk en aardig. Maar ja, je moet het toch elke maand ophoesten. Ja, en een hoop mensen die stappen erin. Maar er zijn ook een hoop mensen die na een tijd of een jaartje stappen ze ineens eruit. Want het is gewoon niet meer te betalen tegenwoordig. En dat is zo jammer. Ja, dus vandaar. Maar ja, goed, we gaan er maar het beste van hopen. Zoals je hier ziet, het nieuwe plan van wat er gaat komen in de plaats van de Eurocinema. Ja, het ziet er hoog en strak uit. Weer hoogbouw. Ja, oké. En ja, het is wel een beetje de stijl van de Leiweg, de vernieuwde Leiweg. Maar ja, of het nou mooier is, of het nou, ja. Ja, in ieder geval, ik vind het, ik vind er geen fluit aan. Maar ja, ieder zo zijn mening. En de mening laat ik graag over aan de kijker. Als je op het fotootje daarnaast kijkt, zie je een rood kioskje wat er nu nog staat. Dat is een midpoint. Een soort vreedschuur is het. Maar ja, dat is ook heel erg oud en vervallen. Dus ja, wat gaat er gebeuren? Gaan die ook weg? Krijgen ze een nieuw pand? Hoe zit dat? Nou, ik ben benieuwd en ja, mensen, laat in de reacties weten wat jullie van het nieuwe plan vinden van wat er gaat komen. Nou, dit was de sloopborrel van de Eurocinema. Mensen, jullie hebben het fantastisch goed geregeld. En heerlijke sfeer was er. Goed geregeld, er was wat te eten, wat te drinken. Als je de bioscoop inging, ja, de gemaakte bioscoopje dan, kreeg je ook nog een drankje en een bakje popcorn. Nou, hartstikke goed geregeld allemaal. Ja, veel mensen hebben toch wel een beetje verdriet ervan. Van ja, waarom moet het nou weg? Ja, het staat op instorten, jongens. En ja, je kan er ook nog onderdoor lopen. En als er dan wat gebeurt, dan gaat er weer gewezen worden met het vingertje naar de gemeente. Dus ja, helaas, het moet weg. Er komt weer een hoogbouw. En ja, in ieder geval, ik heb genoten. Ik hoop jullie ook. En tot de volgende aflevering maar weer. Hey, ik zou zeggen, ciao.